Er is daar een boom gerapt, die is een paar maanden geleden al geïnventariseerd door onze mensen. Die was gewoon hartstikke dood. Die is verwijderd. Ik moet zeggen, van had beter een paar weken geleden kunnen zijn, want nu lijkt het net als voor de kerk. Heeft daar dus niets mee te maken. Er staan nog een paar bomen naast inmiddels nog, die ook dood zijn. Die zullen er ook uit moeten. Die zullen dan na de kermis verwijderd worden. Maar als het bijvoorbeeld hard gaat waaien of takken dood of zo, zullen er ook takken uit moeten op de boom. Maar dode boom moeten verwijderen. Dus er is geen boom gekapt voor de kermis. Dus dat even om de verhalen meteen te ontzenen. Ja. Lekker wijziging in de kermis. We hebben omgedraaid. Vorig jaar stond de bierhal stond hier. De Supermaus stond daar. Die stond eigenlijk helemaal niet in de loop. En vandaar dat we dit jaar omgedraaid hebben. En wij denken dat het hierdoor beter wordt. Dat de loop wat beter wordt. Dat de bierhal beter op de plaat komt. Dat ook de Supermaus toch echt gewoon ook weer een van de mooie topattracties van de kermis. Dat die zo beter staat. Dus we zullen gaan kijken hoe dit gaat. Ieder jaar evalueren weer alles wat we veranderen. We denken dat het beter gaat worden, dus we zullen het zien. Hier is ook de officiële opening van Wolse Maandag. Aanstaande maandag is de bierhal met onder andere Karin Bloemen is dat. Burgemeester is erbij. Er zijn wat notabelen uit het land die daarbij zullen zijn. En nou, Wolse Maandag gaat natuurlijk weer een fantastisch feest worden met 300.000 homo's en hetero's die samen het feest gaan vieren. En dan met Karin Bloemen is dat om 1 uur 's middags, hè? Dus om de exacte tijd, half 1 uur, dag 1 uur, rond die tijd, ja. Dat is met die doet de officiële opening. Omdat we nou om 12 uur ook al gaan beginnen? Ja, we komen dus met de roze Intercity. Ik ga eerst wat, ga zelf met een roze Intercity onder andere het Zufnagel ophalen in Den Haag. Dan rijden we samen elkaar ook in de roze Intercity komen wij naar Tilburg toe. Op het station worden wij opgevangen door de burgemeester die erbij is. Dan gaan wij met het gezelschap gaan wij door naar hier, waar de opening dan plaatsvindt. Ja. En we hopen dat het radioprogramma net zo'n grote hoogte gaat bereiken. Ook heel leuk dat zij begonnen zijn ook met lokaal uitzenden en dat er toch een heleboel luisteraars ook kwamen via internet. Je zag het ook aan de reacties, kwamen uit het hele land. Dus dit is ook echt een concept wat duidelijk nog aan het groeien is. Het is ook een van die dingen die bijdraagt aan het van de kermis ook in 2013 de beste kermis in Europa geworden. Is dit een van de bouwstenen samen met een heleboel andere dingen. We hebben het nu dus ook bij het plein optredens erbij, wat centralere locatie, een beetje glazen huisachtig idee begint het zelfs te worden. Nou, je ziet het gewoon hartstikke leuk, dus wij verwachten hier ook dit jaar weer een nog groter succes dan vorig jaar. Space. Het is in ieder geval de hoogste, ook die we ooit op de kermis hebben gehad. Het hoogste punt dat deze attractie bereikt is hoger dan het topje van de Heuvelse Kerk. Dus voor de waaghalzen, voor de mensen met hoogtevrees zoals ik, wat minder geschikt. Maar ik denk toch dat ik er toch echt in moet. Dat gaat toch worden. Echt mooi ook weer, dit zijn ook typische attracties die wij in Tilburg willen hebben. Het is ook een nieuwe attractie dit. De nieuwste attractie, de hoogste attractie, de snelste attractie, het spektakel, dat moet in Tilburg komen. Daarom zijn we ook blij dat ook deze attractie dit jaar in Tilburg staat. En we hopen natuurlijk nog dat die lang zal blijven. Absoluut de kandidaat voor de publieksprijs dit jaar. Dus we zullen zien wat het publiek straks gaat stemmen.